Als ik zeg Syrië, Palestina of Irak, dan is oorlog waarschijnlijk het eerste woord wat er in je opkomt. Dus het is verrassend hoe weinig men eigenlijk voor deze mensen opkomt. Want als je alle landen in oorlog even opzomt, moet je niet raar opkijken als je vingers tekort komt. Dus ik vind het vreemd dat de wereld deze mensen nog steeds tekort komt. En zeg me niet dat het gebrek aan solidariteit door geld tekort komt. En al doe je je handen voor mijn ogen, zie ik het onrecht niet door de vingers. Want dat heeft iedereen zelf in de hand. Handig. Dan kan iedereen zijn eigen steentje bijdragen. En loopt niemand mij voor de voeten, want dan zet iedereen immers zijn beste beentje voor. Sorry, ik dwaal een beetje af. Net als de media, wanneer er iets ernstigs gebeuren gaat en de voorpagina's dus geregeerd worden door Justin Bieber's nieuwe plaat, Messi's nieuwe kapsel of Geert Wilders zijn rechtszaak. Maar vergeet niet dat Geert Wilders, ondanks alles wat hij zegt, nog best vaak in zijn recht staat. Dat is het voordeel van leven in deze zogeheten rechtsstaat, maar laat je niet door dat woord misleiden. Want ondanks dat er in het woord rechtsstaat het woord recht staat, is er maar vrij weinig in dit land wat daadwerkelijk recht staat. En dat is eigenlijk best wel krom. Dus ik wil even een paar dingen rechtzetten, een aantal minder belangrijke dingen wegleggen, uit de kant halen. En ondanks dat jij hier vanavond vrijwillig zit, kun je mij niet wegzeppen. Vanavond zitten wij op dezelfde zender, op dezelfde frequentie. En als ik het heb over het voorkomen van doden, dan bedoel ik niet preventie. De preventieve maatregelen helpen niet. Vele mensen stierven omdat anderen zwegen, want ze zijn het leven lief. Maar ondanks dat de preventieve maatregelen niet helpen, moeten we preventief de maat regelen, want de maat is vol. En ik breng de druppel. Ik breng de druppel waarmee de emmer overloopt. Omdat er elke dag weer een vluchtelingenkind de grenzen overloopt of vlucht met mensen waarvan een ieder een plekje in de boten koopt, omdat iedereen van onderdak, veiligheid en brood droomt. Maar als je een plekje in die boot koopt, kan het zijn dat je daarmee de dood koopt. Ironisch. Hoe een zoektocht naar geluk al zo gauw in de goot loopt. Of nee, al zo gauw dood loopt. En een tijdje geleden zag ik opeens iedereen pray for Aleppo roepen. Maar waar waren jullie dan in 2010, toen het net begon? Toen net de eerste kinderen bloedden? Toen net de eerste lijken lagen op de stoepen? En zeg me niet, hoe bedoel je? Want de wereld kwam pas met gebeden in de weken dat de laatste strijd al lang was gestreden. En de laatst overgebleven burgers werden weggedreven in de bussen van het leger. Dus hadden jullie toen ook maar gezwegen. Want wat hield je al die tijd tegen om te spreken? En iedereen die nu pas spreekt doet dat maar voor één reden. En dat is het strelen van zijn ego of het tevreden houden van zijn geweten. En ik zou willen zeggen, een fijne vakantie, maar er zijn vrij weinig redenen tot feest en vrolijkheid deze dagen. En begrijp me niet verkeerd. Klagen, dat doe ik niet. Verslagen voel ik me steeds vaker. Vaders door hun kinderen gedragen naar massagraven. Slaven van de oorlog. Slapend in de oorlog. Zonde. Gewonden nemen toe. Mensen kijken toe. En af en toe werpt iemand een woordje toe. Gewonden nemen toe. Mensen kijk je toe. En af en toe werpt iemand een woordje toe. Maar vrijheid, dat is niet onbereikbaar. Onbegrijpelijk is het voor velen. Criminelen zijn zij die de hoop van kinderen stelen. Willens en wetens. Zonder geweten. Criminelen zijn wij omdat wij die kinderen in onze gebeden vergeten. Vergeef me. Maar ik zie niet alleen de dood. Ik zie niet alleen de dood. Ik zie ook hoop. En ik wil dat jullie daar ook naar kijken. Want hoop is wat de strijd staande houdt. Hoop is wat kinderen levend houdt in erbarmelijke omstandigheden. Dus hoop is wat ons samenhoudt. Dankjewel.